Gemeente Nijmegen is bezig met een proef om de verkeerssituatie bij het station veiliger te maken. Maar is dit de oplossing? De verkeerssituatie bij station Nijmegen is al jaren voer voor gesprek. De shared space, zoals de situatie heet, wordt als uiterst onveilig beschouwd. Voetgangers, fietsers en bromfietsen rijden kriskras door elkaar en dan loopt er ook nog eens een drukke busbaan langs. Onlangs kwam de gemeente met een plan voor een aanpassing van de situatie. Een zebrapad met tussenberm voor voetgangers, zodat voetgangers per rijrichting van het overige verkeer kunnen oversteken. De aanpassing is nog niet af, maar de situatie is momenteel afgezet met rode en witte barriers. Als de situatie bevalt, wordt de nieuwe situatie definitief gemaakt. Maar werkt zo'n zebrapad op deze plek eigenlijk wel? Het zou namelijk betekenen dat fietsers moeten stoppen voor voetgangers. Nou, die gaat er gewoon omheen. Nou, dat was dus net op tijd. Nou, weet je, dat kan je ze nog wel geven. Ik was natuurlijk nog wel ver weg. Ze remmen af allemaal. Ze stopt wel. Ja, ze hebben hier zelf wat aangelegd. Vind je het veiliger geworden? Ja, het is wel veiliger, maar niet zo handig voor de fietsers, want ik doe zelf thuisbezorgd. Dat is niet zo, dan moet je de hele tijd wachten en zo. Ja, je hebt er wel meer een richting, dus het zal wel iets veiliger worden, lijkt mij. Het is natuurlijk de bedoeling dat de fietsers stoppen voor de voetgangers. Ja, dat snap ik. Ja, als alle scholieren weer naar school gaan, denk je dat ze gaan stoppen of fietsen ze door? Ze moeten wel stoppen. Ik denk dat ze eromheen fietsen. Dat doe ik zelf meestal. Ja, ik denk dat ze allemaal door fietsen. En zou je zelf een betere oplossing hebben? Ja, gewoon weghalen. Het was eerst goed, voor mijn idee. En weer uitwijken. Zo. Zebrapad, mevrouw. Zoals verwacht zijn de fietsers niet erg bereid om voorrang te verlenen aan de voetgangers. Wat dat betreft is het maar de vraag of deze nieuwe aanpassing definitief wordt. 1 op de 3 jongvolwassenen maakt zich zorgen over uitgaven aan kleine impulsaankopen. Dat blijkt uit onderzoek van SNS. Ze halen even snel een cappuccino of een broodje buiten de deur en geven hier gemiddeld 130 euro per maand aan uit. We zijn op pad gegaan in Nijmegen om te kijken hoe dit is in de regio. Maak ik wel eens een impuls? Ik denk dat we dat allemaal wel doen. Dus ja, ik denk dat ik dat ook doe, ja. Dagelijks. Ja. Vast, maar wel weinig, denk ik. Ja, ik denk het wel. Ja, dat gebeurt wel, ja. Net gedaan. Echt letterlijk net ben ik de Game Mania ingelopen en heb een nieuwe muis gekocht. Dus ja, op zich wel. Alleen op het terras, eigenlijk. Ja, af en toe iets te vaak. Ja, na werk. Ik werk al bij de horeca, dus dan gebeurt het heel snel. Ja. Wat mensen kopen verschilt dus wel. Maar hoeveel geld geven ze eigenlijk uit aan impuls aankopen per maand? Ik vrees meer dan je zou willen. Ik denk... Ik denk dat het best wel eens zo rond naar de 100 euro kan gaan. Ik denk... 200 à 300 euro. Ja. Maar dat is ook wel inclusief kleren en inclusief alles. Geen idee, misschien iets van 30 euro. 100, 150 euro misschien? Denk ik wel. En impulsdingetjes? Ja, denk ik wel. Ik denk dat zo 300, 400 euro kan zijn. Ja. Maar ik denk minder, ik denk 100 of zo. De verleiding is dus wel groot bij mensen om toch even snel wat te kopen. Maar waarom zijn ze eigenlijk geneigd om een impuls aankoop te doen? Ik denk de prijs, het idee dat het een aanbieding is. Misschien als ik met trek ga winkelen. Dat vooral. En geuren, denk ik ook wel. Ik denk ook wel deels Instagram en zo. Maar ook wel gewoon als je door de winkel loopt dat je dan iets leuks ziet. Dat je denkt, oh, nou, ik mag gewoon meenemen. Dan denk ik heb iets nodig. Wil ik niet op zich ergens... Probeer ik wel reden ervoor te bedenken. Maar het is niet altijd de beste reden. Dan koop ik het maar gewoon. Ik denk dat dat gewoon een soort van need is dat je dan hebt. Dat is, ja, dat is gewoon vraag aanbod eigenlijk. Je zit daar en je hebt zin in iets wat je eigenlijk niet nodig hebt, maar toch ook weer wil of zo. Dus dan koop je het gewoon. Een stukje gemak eigenlijk. Uit onderzoek blijkt dat jongvolwassenen gemiddeld 130 euro uitgeven aan impuls aankopen. Iets waar veel mensen zich wel in herkennen. Dat had ik eigenlijk wel verwacht. Ja. En jongvolwassenen, ja, ik ben me nog wel redelijk bewust van, heb ik altijd het idee. Maar misschien ook maar voor de helft dan wat je hoopt. Logisch.
we zijn zo gericht op... Ja, er is zoveel marketing om je heen. Ja, alles is ook snel, snel. Je wordt constant beïnvloed. Je wordt constant beïnvloed, ja. Ja. Ja, als ik naar mezelf kijk, dan klopt het eigenlijk wel. Dus ik heb het niet echt dat ik denk van, oh, het is wel heel veel. Ja, het is ook wel heel veel. Maar ja, ik doe het zelf ook, dus ja. Ja, dat klinkt op zich wel redelijk, ja. Ja, van wat ik zelf, ja, eigenlijk wel. Ik kan het wel, ja, ik kan het wel begrijpen, denk ik wel. Ik zie wel hoe dat kan, ja. Dat is eigenlijk. Ja, er wordt ook heel veel aangeboden op social media en dat soort dingen. Ik denk dat mensen daar ook wel gevoelig voor zijn. Dus ik kan het ook wel begrijpen. De Duitse metalband Rammstein heeft een tweede concert aangekondigd in het Nijmeegse Goffertpark. De tickets voor de show op 18 juni volgend jaar gingen woensdagochtend in de verkoop. Deze verkoop ging dermate snel dat de band binnen een uur al een tweede show aankondigde op 19 juni. Ticketprijzen beginnen deze keer bij €104,50. Een opvallend verschil met de shows uit 2022 is dat er deze keer ook zitplaatsen beschikbaar zijn op tribunes achteraan het veld. De prijs voor een zitplaats bedraagt €129,80. De werkzaamheden aan de Rijksweg bij Plasmolen gaan langer door dan gepland. De verwachting was dat het deze week afgerond zou worden, maar waarschijnlijk zijn ze nog tot het eind van deze maand bezig. Er wordt nog op diverse plekken afrondend werk verzet, meldt de Gelderlander. Ze zijn nog bezig met wat straatwerk en de nieuw aangelegde fietspaden moeten nog worden ingezaagd. Op dit moment is er dus nog enige hinder voor fietsers, maar voor het autoverkeer gelden er geen maatregelen meer. Het pand aan de Raadhuisdijk in Maasbommel wordt toch niet gereed gemaakt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Begin oktober werd nog gemeld dat er in het pand 30 vluchtelingen zouden worden opgevangen. Maar tijdens een informatieavond kwamen er bezwaren vanuit de omwonenden. Daarnaast zou ook een andere locatie nog als optie gelden. De nieuwe mogelijkheden worden momenteel onderzocht. Ter ere van het 100-jarig bestaan geeft de Radboud Universiteit een cadeau aan de stad Nijmegen. Er komen twee grote luisterschalen aan de Spiegelwaal. Dat zijn halfbolle schalen waar mensen naar elkaar kunnen luisteren. Als iemand bij de ene luisterschaal iets zegt, dan hoort de ander dat bij de andere luisterschaal. Het geluid wordt overigens niet versterkt, waardoor er geen geluidsoverlast voor de buurtbewoners ontstaat. De luisterschalen zijn opvallend groot en zullen op 50 meter afstand van elkaar bij de Spiegelwaal worden geplaatst. De voorzitter van het college van bestuur overhandigde het cadeau dinsdag symbolisch aan burgemeester Hubert Bruls tijdens de Diasviering in Concertgebouw De Vereniging. Het is herfstvakantie en dus zijn er in de regio weer allerlei activiteiten te doen om de kinderen bezig te houden. Zo ook in Kasteel Herne. Daar is momenteel de activiteit bedelaars en armoedzaaiers te vinden. De winter is weer in aantocht en dus moet het kasteel worden bevoorraad. Daar kunnen de kinderen bij helpen, maar er liggen kapers op de kust. We gaan het kasteel bevoorraden, want de winter is in aantocht. En we gaan zorgen dat er genoeg hout en eten klaar ligt, zodat we de hele winter door kunnen komen. Dus vandaag vragen we en de rest van de week aan al onze bezoekers om een voorraadzak mee te nemen naar de oude keuken, om het daar neer te leggen. Wat is de bedoeling wat ze gaan doen? Wat komen ze onderweg tegen? Ja, het verhaal is al ter ronde gegaan dat er inderdaad voorraadzakken rondgaan. Dus bedelaars uit de buurt, die zijn stiekem naar binnen gedrongen. En die proberen van de kinderen natuurlijk die zakken over te nemen. Ja. Door hele slimme trucjes in te zetten om te zorgen dat zij dus eten krijgen. Maar gelukkig, en dat hopen we dan ook, gaan onze kinderen van het kasteel dan ervoor zorgen dat die zakken allemaal op een veilige plek terechtkomen. En leren de kinderen hier ook nog wat van? Of is het alleen maar gewoon even voor de lol, zo gezegd? Nee, zeker niet voor de lol. Natuurlijk is het een groot avontuur en is het plezier heel erg belangrijk. Maar het is wel iets zoals het lang, lang geleden ging. Want ja, in de winter kon je bijna niet naar buiten voor de kasteelbewoners. Dus er moest genoeg voorraad zijn. Maar ja, als er voorraad is, dan komen daar ook de nodige indringers op af om dat te stelen. Dus daar gaat ons verhaal van vandaag ook dan over. Tot wanneer kunnen de kinderen de voorraadzakken aan blijven vullen? Deze week tot en met zondag zijn we druk bezig. Zondag hopen we alle zakken op de goede plek te hebben liggen. Dus we hebben nog hulp nodig. En als er nog kinderen zijn die ons willen komen helpen, is wel handig dat er wordt gereserveerd. Dan kijken we weer even naar de sociale media. Oud-topschaatser Erben Wennemars sluit aan bij de Club van 38 van de NN Zevenheuvelenloop. Als ambassadeur draagt hij het Nijmeegse hardloopevenement een warm hart toe. Zondag 19 november staat de achtvoudig wereldkampioen schaatsen aan de start van de 15 kilometer.
Benne Mars is ook ambassadeur van het NN Running Team en van het goede doel Jeugdfonds Sport en Cultuur. Gemeente Druten meldt dat er volgende week woensdag een inloopavond is in het gemeentehuis. Iedereen is daar dan welkom om de plannen te bekijken voor de tijdelijke noodopvang aan de Scharenburg. Tussen 6 en 8 is er ruimte om vragen te stellen aan het COA, de gemeente, politie of meer voor elkaar. Aanmelden hiervoor is wel noodzakelijk. En gemeente Nijmegen wijst haar inwoners nog eens op de meedoenregeling en Leergeld Nijmegen. Dit zijn initiatieven voor mensen met weinig geld. Leergeld Nijmegen biedt financiële steun voor ouders van kinderen om deze kinderen bijvoorbeeld mee te kunnen laten doen met schoolreisjes, sport of zwemles. De meedoenregeling is er voor alle Nijmegenaren die geen geld hebben voor leuke uitjes. Ze kunnen maximaal €150 krijgen. Het aanvragen hiervan kan nog tot 31 december. Kijk voor de voorwaarden en meer info op nijmegen.nl. Wat betreft het weer gaan we even een paar dagen een dip tegemoet. Op dit moment trekt er al een eerste regengebied vanuit het zuiden over het land. En deze zal tegen de ochtend weer weggetrokken zijn. Daarna blijft het morgen overdag grotendeels droog. Het blijft wel bewolkt, maar de temperatuur kan oplopen tot zo'n 17 graden of misschien zelfs nog iets meer. In de avond krijgen we weer met een nieuw regengebied te maken. Voor de vrijdag en zaterdag staat er onvervalst herfstweer op de planning. Er zijn veel perioden met regen en er staat een matige tot sterke wind. De temperatuur daalt hierbij naar zo'n 14 graden. Vanaf het tweede deel van het weekend wordt het wat wisselvalliger en zachter. En dat was alweer het RN7 Regio Nieuws van woensdag 18 oktober. Het laatste nieuws lees je 24/7 op rn7.nl en in de gratis RN7 app. Alle uitzendingen en reportages zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal RN7 Online. Morgen zijn we weer terug, dus graag tot dan!